Dit is het weekoverzicht van week 31. Met deze week grote politiemacht in Maasland. Wederom grote brand in het centrum van Naaldwijk. En bouwaanvraag ingediend voor zwembad De Boetselaar. We zijn vandaag bij de start van het Varend Corso in Naaldwijk. Daarover straks meer. Nu eerst het volgende. Afgelopen dinsdag woedde er opnieuw een grote brand in het centrum van Naaldwijk. Boven een pizzeria in de Molenstraat. Twee personen hebben op het dak geholpen met blussen, maar ademden erbij veel rook in. Zij zijn nagekeken door ambulancebroeders. Na 3 kwartier waren de meeste vlammen er wel vanaf. Een Naaldwijker die niet ver van het pand woont, maakte vanuit zijn woning deze beelden. Hoewel hij van een vakantiedag geniet, spoedt ook burgemeester Bouke Arend zich naar de Molenstraat om zich op de hoogte te laten stellen van de gang van zaken. Een deel van de Molenstraat in Naaldwijk blijft voorlopig om veiligheidsredenen afgesloten. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de brand is geweest. Brandstichting wordt vrijwel uitgesloten. Mogelijk had het te maken met de herstelwerkzaamheden na de laatste brand. Want in mei woedde op dezelfde locatie ook al brand. Daarbij vielen 15 gewonden. Een enorme politiemacht afgelopen maandag in Maasland. Tientallen agenten liepen daar in kogelwerende vesten rond. En de buurt bleef met vragen achter. De politie valt een woning aan de Tijns binnen en niemand weet waarom. Terwijl ik de straat inliep, er was een andere kant, stond zowel aan de andere kant van de Tijns als hier stonden allerlei politieagenten. Allemaal wagens te kijken, politiehelikopter overhoren gaan. De straat werd afgezet, daarvoor was er een ruit ingegooid bij een huis hier vlakbij. En de bewoner was blijkbaar niet thuis en twee mensen maakten zich enorm druk door de telefoon heen en... Toen werd er een ruit ingegooid en weg waren ze. De buren, alles mocht niemand tot de parkeerplaats komen en de straat was helemaal afgezet. Op de parkeerplaats zijn dinsdag nog bloedspetters te vinden. Halverwege de avond valt de politie het huis binnen. De bewoner blijkt niet thuis. Omwonenden zagen de man wel eens lopen. Nou, ik ken hem zelf persoonlijk niet. Wat ik hoor uit de buurt is dat hij vaker is meegenomen, in de boeien is geslagen. Dat het een beetje een aparte man was, maar ik kan dat niet eerlijk zeggen, want ik ken hem niet. 2 dagen later wordt duidelijk waarom er zoveel agenten in de straat waren. De 51-jarige bewoner van het adres blijkt namelijk even ontvoerd te zijn geweest. De politie heeft 2 mannen opgepakt. Maandagavond kwam via een familielid de melding binnen dat de bewoner thuis werd vastgehouden en werd bedreigd met een vuurwapen. Agenten die naar de woning toe gingen troffen daar echter niemand aan. Spooronderzoek leidde uiteindelijk naar een 22-jarige man uit Rotterdam en een 34-jarige man uit Delft. Zij zijn aangehouden. De bewoner werd dinsdag ook aangetroffen en hij bleek ongedeerd. Het was afgelopen woensdag precies 4 maanden geleden dat zwembad De Boetselaar in Monster afbrandde. Een emotionele dag voor directeur Peter Wielaert, maar ook een dag om trots op te zijn. Want bij de gemeente diende hij de bouwaanvraag in voor de herbouw van het zwembad. Dat doet Paco, bewoner en mascotte van De Boetselaar. Schrijf even een ontvangstbevestiging. Het personeel van het zwembad houdt nu kantoor in themapark De Westlandse Druif in Monster. Er wordt heel hard gewerkt door de medewerkers van De Boetselaar om te zorgen dat in ieder geval De Boetselaar in beeld blijft bij de gemeenschap. Dat ze blijven zien wat we aan het doen zijn. Ook op braderieën en ook op allerlei activiteiten. En daar wordt gewoon heel erg hard gewerkt door de medewerkers. Hoe moet de nieuwe Boetselaar eruit komen te zien? Nou, qua indeling hetzelfde als de oude Boetselaar. Wel iets ruimer opgezet. Maar de buitenkant gaat eruit zien als een tropisch eiland met rotsblokken. Een rots in de branding. We gaan met hetzelfde ontwerpteam binnen gaan we aan de slag. Degenen die eigenlijk de Boetselaar hebben gemaakt zoals die is, die hebben zich ook weer aangesloten bij een interieurteam. Ja, en voor de rest wordt het gewoon een wat moderner gebouw, waar toch de sfeer van de oude Boetselaar in terugkomt. Het bouwteam mikt op starten met de bouw rond de jaarwisseling en opleveren op 1 maart 2021. De Vlammenzee van 4 maanden terug maakt nog steeds diepe indruk, ook in de samenleving. Met verschillende acties is al €40.000 gedoneerd. Zondag nog een cheque van €1.000 bij de wielerronde van Poeldijk. En de opbrengst van de boekjesverkoop bij de profronde Westland donderdag in Wateringen gaat ook naar De Boetselaar. Het is ongelooflijk dat de gemeenschap van Westland zo met ons meeleeft. En niet alleen direct na de brand, maar gewoon de hele periode tot nu toe. Het is echt fantastisch. Dankjewel alle Westlanders hiervoor.
Dit waren de drie grote verhalen van deze week. Maar er gebeurde nog veel meer. Een overzicht van dag tot dag. De Dirk van den Burgweg is de onveiligste weg van Hoek van Holland. Althans, dat blijkt uit onderzoek van de gemeente Rotterdam. Inwoners konden op internet aangeven welke locaties in het dorp zij onveilig vinden. De kruispunten met de Leen van Ooyelaan, met de Schelpweg en met de Heritageweg werden het meest genoemd. Als het mogelijk is, past Rotterdam de kruispunten aan, maar vaak is het ook een kwestie van asociaal rijgedrag. In dat geval steekt de gemeente in op voorlichting. In de duinen van Kijkduin lopen geiten en schapen uit Monster rond. Die zijn nodig om een aantal woekeraars terug te dringen. Ja, de duizendknoop die groeit heel hard en heel erg diep en die kan alles kapot maken. Het is gewoon een soort die de Europese Unie liever niet wil hebben, dus hij moet bestreden worden. En deze dames en heren die vinden dat lekker. En hier zit er al bijna geen blad meer aan. En als ze dit een aantal jaar volhouden en ook de basten er een beetje afvreten, dan gaan de duindoorns uiteindelijk dood en dan wordt het gebied dus wat opener. Als je kijkt naar het zandtransport in dit gebied, dan komt dat uit zee vandaan. Dat waait de duin op. Nou, dan wil je ook dat het verder waait. Maar het kan natuurlijk alleen waaien, als het zand kan zich alleen verplaatsen, als het kan verstuiven. Dus je hebt plekken nodig waar dat zand kan stuiven. En dat zijn open plekken, zanderige open plekken. En geiten en met name schapen zorgen ervoor dat die plekken open blijven. Doordat de wind meer vrij spel krijgt om het duinzand te verplaatsen, kunnen de duinen meegroeien met de stijgende zeespiegel. Ja, het wordt steeds leuker in de duinen. Ja, mooi hè? Ja, het is ook zeker leuk. Mooi. Niet alleen geiten en schapen zijn in de duinen te vinden, er worden ook hulpherders ingezet van zorginstelling Serenlo uit Monster. De 21-jarige Melanie Rijssen heeft epilepsie en woont in een zorginstelling. Ze is helemaal gelukkig met haar nieuwe job als hulpherder. Ja, je bent tussen de natuur en in de omgeving wat veilig is en wat vertrouwd voelt. En dat is gewoon fijn om mee te maken. En het is gewoon niet te bevatten hoe beesten kunnen zijn. Ze zijn zo lief en zo aardig dat ze gewoon... Ze verzorgen eigenlijk dat je al je zorgen en je problemen vergeet. En dat vind ik zo mooi aan dieren. Er is genoeg te knabbelen voor de dieren, dus voer ze vooral niet. De meeste mensen weten het niet, maar die beesten hebben 4 magen. En als ze plastic hebben, moet het dus door 4 magen heen en dan wordt het een drama. De hulpherders hebben zin in hun nieuwe avontuur. Na een afwezigheid van 4 jaar komt er weer een 112-dag in Westland. Op zaterdag 12 oktober geven de politie, de brandweer en andere hulpdiensten tal van spectaculaire demonstraties. Het gebeurt allemaal op het terrein van Royal Flora Holland in Onstlesdijk. De laatste veiligheidsdag in Westland was in 2015. Behalve demonstraties zijn er ook vrijwilligersploegen van de brandweer die tegen elkaar strijden. In de overdekte hal zijn informatiestands te vinden van bijvoorbeeld de buurtpreventie. Later wordt het volledige programma bekendgemaakt. Wat is er nou lekkerder dan bloemkool, snijbonen of sla uit eigen tuin? Nou, voor mensen in een appartement een behoorlijke uitdaging. Of toch niet? Bij de familie Van den Berg in de Leer kun je vanaf nu een moestuin huren. Het idee komt bij opa Van den Berg vandaan. Ja, dat is heel leuk. Mijn vader die helpt ons enorm met onze eigen moestuin. En die zagen we zo enorm genieten van ons moestuintje dat we dachten, dat willen we ook andere mensen gunnen. We zoeken oudere mensen die wat leuk zoeken om met elkaar in contact te komen en tevens ook wat in onze moestuin te komen doen. De lapjes grond van 18 vierkante meter zijn jaar rond beschikbaar. Ben zorgt dat het klimaat in de kas goed is. Aan de huurders de taak te zaaien en oogsten. Eigenlijk kan alles, behalve dan deze jongen. 2,5 jaar geleden hebben wij dit perceel gekocht en een heel klein gedeelte daarvan zijn wij al gestart met de moestuin. Dat vonden we zo enorm leuk dat we dat ook aan andere mensen wilden gunnen. Vanaf vandaag kunnen moestuinders bij ons een kavel in gebruik nemen. En woensdag 28 augustus willen we de officiële opening doen. Dus dan is iedereen welkom om een kijkje te nemen. Wij doen voornamelijk winterkorst, dus een bepaalde kolen. En we starten in het voorjaar dan weer met een sla en een andijvie. Maar ze kunnen helemaal zelf weten wat ze willen telen. Bewoners van de Burgerdijkse Weg, waar je de moestuintjes kunt vinden, zijn al helemaal enthousiast. Zij genieten al een paar weken van verse sperziebonen. Vrijwilligerswerk. De een schenkt koffie in een verzorgingstehuis en de ander hooit. Vrijwilligers gaan iedere woensdag in Maassluis aan de slag om natuurmonumenten een handje te helpen. De locatie Zuidbuurt 33 tussen Maasland en Vlaardingen.
Dit riet is vorige week al gemaaid en wordt nu in een strook langs het water gelegd. Ondertussen gaat het maaien door. Natuurmonumenten werkt met vrijwilligers, om twee redenen. Financieel enzovoorts. En nogmaals, het beheer kost ontzettend veel geld. En nou ja, goed, we kunnen ook best wel wat met aannemers enzovoorts doen. Maar goed, met vrijwilligers moeten we ook het nodige doen financieel. En ja, wat ook een hele belangrijke reden is natuurlijk gewoon dat je hiermee de mensen betrekt bij het beheer. Je moet behoorlijk sterk zijn om dit vrijwilligerswerk te kunnen doen. En dit vind ik het mooiste werk. Fysiek zwaar, lekker buiten in de wind. Ik hoop dat we het droog houden. En dan gaat het, ja, dat is prima. Je kunt het zo zwaar maken als je zelf wil. Als je diep de kant in gaat, sta je buiten je bereik. En dat het heeft al menig nat pak gekost hier. Okay. In vorige jaren. Dat ga ik nu niet doen met dit weer. Iemand die zich aanmeldt, kan een professionele cursus volgen. Bijvoorbeeld de mensen achter ons, die nu dus aan bosmaaier zijn. Die hebben inderdaad wel via natuurmonumenten echt een professionele cursus gevolgd. En zo zijn er meer mogelijkheden die we toch de vrijwilligers bieden. Op deze manier hoopt Natuurmonumenten ieder jaar voldoende mensen binnen te halen. Dat kan hier aan de Zuidbuurt, maar ook op andere locaties in de regio. De afvalwaterzuiveringsinstallatie. Een leuk woord voor Scrabbel. In de Harnaspolder in Den Hoorn gaat groen gas leveren. Dat groene gas van het Hoogheemraadschap van Delfland komt ten goede aan de transportsector. Een nieuwe stap in de missie van het waterschap om zo klimaat- en energie-neutraal mogelijk bezig te zijn. Om te beginnen, wat doet de afvalwaterzuiveringsinstallatie eigenlijk? Ja, Delfland heeft de beschikking over 4 zuiveringsinstallaties in het gebied, waar de Harnaspolder er één van is. En daar zuiveren we het afvalwater van het hele gebied van Delfland. Ja, we zuiveren hier het water voor 1,2 miljoen huishoudens. Dat levert ongeveer 4,5 miljoen kuub groen gas op. Dat groene gas dat zetten we in het net en dat leveren aan de transportsector. Vrachtwagens kunnen op het groene gas rijden. De hoeveelheid groen gas is goed voor 30 miljoen kilometer wegtransport. En dat staat weer gelijk aan 750 keer de aarde rond. Het gebeurde al wel iets eerder. We zijn een aantal jaren geleden begonnen op de grote lucht. Daar moesten we een aantal generatoren vervangen. En daar gebruikten we biogas in. Dat is het gas wat vrijkomt bij het slip. En toen we dat gingen veranderen, dat proces, toen hebben we gezegd we gaan naar groen gas toe. Omdat dat gewoon efficiënter, effectiever is dan het omzetten van biogas in elektriciteit. En dit is gewoon beter voor het milieu nog. Ja, dat biogas dat wij produceren, daar zitten een aantal sporenmaterialen in die we eruit vangen met actief koolfilters. En vervolgens houden we methaan en CO2 over. En om het aardgasnet te mogen invoeren moeten we het methaangehalte verhogen. En dat doen we door middel van deze membranen. Dat zijn eigenlijk rietjes waar het CO2 door naar buiten gaat en het methaan gewoon overblijft. Op dit moment wordt de installatie gebouwd, zodat Delfland in het najaar groen gas kan gaan leveren. Het project is een samenwerking van het Hoogheemraadschap en Delfluent Services. Hoeveel soorten planten en dieren zijn er in Nationaal Park Hollandse Duinen te vinden? Nou, vorig jaar waren dat er bijna 7000. Het natuurgebied loopt van Hoek van Holland tot Lisse en om alles goed te tellen zijn er een jaar lang 2000 vrijwilligers mee bezig geweest. Een van hen is Hoekenees Jaap Tromp. Al snel ziet hij twee dezelfde planten die toch verschillend zijn. Deze heeft geen straalbloemen, duin, kruiskruid. En deze heeft wel straalbloemen. Dat is het Jacobs kruiskruid. Heel erg giftig. Dat paarden en runderen kunnen ervan doodgaan. We komen niet alleen bijzondere planten tegen. Er zit een Sint-Jansvlinder. Sint-Jansvlinder op koninginnenkruid. Ook Jaap verbaast zich over het hoge aantal planten en dieren. In totaal 6948. Denk ik, nou, als je de 5000 haalt, dan ben je een aardige speksnijder. Maar ik heb me er echt over verbaasd hoeveel dat dan nog, dat ze er weer zoveel overheen gaan, over die 5000. Deze bloemen gaan 's nachts open, ideaal voor de nachtvlinder. Een van de grootste bedreigingen is eigenlijk het. Voor natuurgebieden is eigenlijk de voedselrijkdom, de stikstof die naar beneden komt. De duindoorns kunnen hard groeien door een bacterie tussen de wortels die stikstof binden. De zeldzame planten die worden daardoor minder door dit voedselrijkdom. En de bramen en de brandnetels die nemen toe. Het Zuid-Hollands landschap zorgt ervoor dat er een goede balans is door veel te snoeien. Zo wordt de natuur in evenwicht gehouden, zodat bij de volgende telling het aantal zo hoog mogelijk blijft.
Donderdag was alweer de 47e editie van Profronde Westland. Een evenement dat niet weg is te denken bij Wateringers. Superleuk. De wielerronde. En dat is superleuk met een drankje erbij. Ja, dat hoort bij Wateringen. Het is gewoon feest. Hier een meisje in een bolletjestrui. Ik neem aan dat jij helemaal gek bent van wielrennen. Ja, dat klopt. Afgelopen zaterdag was ik nog in Albertville in Frankrijk bij de Tourstart. Om ze daar te zien. Dus ja, heel leuk om ze nu weer te zien eigenlijk. Ja, want dichterbij dan dit kom je bijna niet, denk ik, hè? Nee, dat klopt. Het is echt heel dicht bij huis. En je ziet ze echt heel goed voorbij komen. Dus heel leuk. Denk je dat het wielrennen meer leeft door de Tour de France? Dat de Nederlanders succesvol waren? Ja, natuurlijk speelt dat wel mee. Dat zie je eigenlijk al in alle sporten. Als er een Nederlander het goed doet, dan zijn de Nederlanders altijd sportief en enthousiast. Weet u wie er aan kop ligt? Wie ligt er aan kop? Joop Zoetemelk. Met die gele trui heb ik wel een paar keer voorbij zien komen. Hoe heet die? Met die gele die je gewonnen hebt. In derde is geworden. Met het zwart. Kruiswijk. En je hebt eergisteren nog in... Kruiswijk. Kruiswijk. Ik heb hem een aantal keer voorop voorbij zien komen fietsen. Steven Kruiswijk won de ronde uiteindelijk met een kleine voorsprong op Dylan van Baarle. Fabio Jacobsen werd derde. Bekijk na het nieuws een uitgebreid verslag van de wedstrijd in Wehoer Sport. Na maanden van voorbereiding was vandaag de grote dag, de start van het Varend Corso. Vrijdag varen de boten naar Maassluis, zaterdag doen ze een rondje Westland en zondag is de bestemming Delft. 45 boten, groot en klein, varen met als thema Wauw, 3 dagen door de regio. De deelnemers hebben er allemaal zin in. Wij doen Venice Carnaval uit Italië uitbeelden. Je ziet er prachtig uit. Ja. Is het je eerste keer hier? Nee, de tweede keer doe ik nu mee. En hoe vind je dat? Ik vind het echt superleuk. Wat is er zo leuk aan? Nou, gewoon de gezelligheid van de kant, alle mensen die zwaaien. Het is gewoon supergezellig. Allereerste keer? Ja. En hoe denk je dat het is? Leuk. En doen jullie al vaker mee? Nee, dit is onze eerste keer dit jaar. En hoe denk je dat het zal worden? Ik denk dat het heel leuk gaat worden. Ik ben de speaker van het Varend Corso. Ik ga voor de stoet uit. Dus als de mensen mij zien aankomen, dan weten ze dat het corso achter mij aankomt. En mijn rol is de mensen langs de kant een beetje opwarmen voor het spektakel wat er gaat gebeuren. Wat verwacht jij ervan? Heel veel lol, heel veel mensen en het is altijd één groot feest. Dus ja. En wat gaan jullie dadelijk op het boot doen? Wij zitten achteraan en daar beelden wij het dorp uit, de dorpelingen. En dan moet Mowgli zorgen dat hij niet bij ons terechtkomt. Ook de bezoekers langs de kant verheugen zich op het corso. Ik hou sowieso van corso's, van bloemen en het opmaken sowieso. En ik heb een paar kennissen erbij die meevaren, die een boot hebben en versierd zijn. Wat vind je er zo leuk aan? Aan de boot, hè? Omdat ze allemaal verschillende dingen hebben. Ik verwacht dat de schippers heel veel problemen krijgen met de zijwind. Want het is echt heel hard. En af en toe in de buien, nou, dan gaat hij subiet het riet in. Dit hele weekend hoef je niks te missen van het Varend Corso. De WOS is er op radio en televisie bij. En dan nog dit. Een hondenbezitter is de brandweer van Monster eeuwig dankbaar. Brandweerlieden hebben namelijk afgelopen dinsdagavond haar hond gered uit een konijnenhol bij de strandweg in Schravenzanden. De vrouw liet Elsie uit bij de strandweg in Schravenzanden toen het beest plots achter een konijn aanging. De hond dook een hol in, maar kwam daar niet meer uit. En dus besloot de vrouw na een uur de brandweer te bellen. Oh, ik wil je burger. Nou, doe maar niet. We hebben zoveel moeite gedaan met de vrouw. Wel gelijk het goede tuig, jongen. Hè? Ik ga geen nieuw tuig. Wat ben jij een donder. De vrouw vertelde verder dat ze een nieuwe halsband zou gaan kopen, zodat haar hond Elsie niet meer kan ontsnappen. Dit was het weekoverzicht van week 31. Het hele weekend doet de WOS live verslag van het Varend Corso op radio en televisie. En meer nieuws kun je natuurlijk vinden op onze website, in de gratis WOS-app en natuurlijk ook op onze sociale mediakanalen. Maandagavond vanaf 7 uur zijn we er weer met een nieuwe nieuwsuitzending. Heel graag tot dan en voor nu een goed weekend.